Wallis ligt in het zuiden van Zwitserland en grenst aan Frankrijk en Italië. Je vindt hier de hoogste bergen van Europa, waaronder de Matterhorn. Door de zuidelijke ligging heeft Wallis veel zonuren en met name het Rhônedal kenmerkt zich door zeer aangename temperaturen. Met maar liefst 8000 kilometer aan wandelpaden is Wallis een waar wandelparadijs. De 47 imposante bergtoppen die boven de 4000 meter uitstijgen, zorgen voor een onvergetelijk uitzicht. Een ander hoogtepunt van Wallis is de grootste gletsjer van de Alpen, de grote Aletschgletsjer. Langs de Rotte, de Rhône, liggen diverse wandelpaden. De Rotteweg, die volgen we. De eerste dagen om een beetje op gang te komen. Er is veel te zien in het brede dal. Daar het dal hier breed en vruchtbaar is, hebben in het verleden boeren de grond vrijgemaakt van rotsen. Die rotsen zijn opgestapeld tot stapelmuurtjes, zoals we hier zien. Iedereen die wel eens in de bergen is geweest, kent hem wel, de Trollius, familie van onze boterbloem. De bladeren van de akkeleiruit bevatten een gele kleurstof die vroeger gebruikt werd voor het verven van wol. De Rhône, ofwel Rotte zoals je hier heet, ontspringt uit de Rhônegletsjer bij de Fourcapas. De Rhône is 812 kilometer lang, waarvan 267 kilometer door Zwitserland lopen. Vele beken komen uit in de Rhône en zo wordt dit een brede rivier. De vlierorgis is te vinden in de bergen vanaf 500 tot 2500 meter, op kalkgraslanden, alpenweiden, bosranden en open naaldbossen. Typisch voor de vlierorgis is de geur. Hij ruikt naar vlier. De distelvlinder is een typische trekvlinder. In sommige jaren is hij ook in Nederland te zien, als we zuidelijke winden hebben. Stallen en voorraadschuren staan hier altijd op platte stenen. Dit is om te voorkomen dat muizen en ratten in de stallen komen. Weide en wegbermen zijn hier veel bloemrijker. Er wordt in Zwitserland minder bemest. Mooi voor het hooibeestje. Bij het plaatsje Niederwald zien we deze fraaie oranje luzernevlinder. Let eens op zijn mooie groene ogen. De alpenleeuwenbek is een kruidplant die door middel van niet wortelende scheuten in staat is puin vast te leggen. Vanuit Unterwasseren gaat er een steil, smal pad omhoog. Je krijgt daar een mooi uitzicht op Oberwald. Het pad voert door een sparrenbos. Hier en daar moet je een beekje oversteken. Alpenmarmotten leven in een familiegroep in een diep uitgebreid gangenstelsel. Een groep bestaat uit 2 tot 20 dieren,
bestaande uit een dominant paardje en hun nakomelingen uit verschillende jaren. Ook zijn er zwervers die geen vast woongebied hebben. De zilvervlek geeft de voorkeur aan bosranden en open plekken in bossen als leefgebied. Veel verschillende soorten viooltjes worden als waardplant gebruikt. De vliegtijd is van april tot en met september. In een wat vochtiger weiland staat de brede orchis. Deze verspreidt zich via stoffijn zaad. Voor het overleven als plant is hij aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel. In het hele dal kom je dit soort traditionele woningen tegen. Op één ervan zien we een rotszwaluw. Hij zit zich uitgebreid te poetsen. Vanuit het dal slingert een weg omhoog, via Erne richting Biental. Hier gaan we een wandeling maken door de kloof. De Twinkiekloof. Vroeger liep hier een weg, nu is het een wandelpad. Er is een tunnel aangelegd voor het verkeer. Onderin ligt de sloegt. Langs het pad zien we heel veel planten. Sommige zeldzaam, zoals deze heesterviolier. De weg door de Twinkie was vroeger in de winter vaak levensgevaarlijk. Tot de bouw van de tunnel tussen Ausenbien en Bien was het in de winter wekenlang van de buitenwereld afgesloten. De tunnel werd aangelegd in 1965. Tegenwoordig biedt de oude weg de fietsers en voetgangers een spectaculaire landschapservaring. Met zijn tunnels, stut en begrenzingsmuren vormt het een indrukwekkend bouwmonument uit een andere tijd. De weg kent vele tunneltjes, uitgehouwen in de berg. In de diepte stroomt de Bina. Sinds de 18e eeuw staat het Biental bekend om zijn mineralen. Van heinde en ver komen mensen daar om stenen te zoeken. Elk jaar vindt in Bien de mineraalbeurs plaats. Mineraalzoekers tonen hun vondsten uit voorgaande jaren. Al in de prehistorie was de kloof een moeilijk begaanbaar deel van de handelsroute van Grengiols naar Bien en over de Albrunpas naar Italië. Zelfs vandaag zijn de sporen van de oude Romeinse weg zichtbaar. In 1938 reed de eerste postbus door de Twinkie naar Bien. Maar pas sinds de bouw van de 2 kilometer lange wegtunnel in 1964 is Bien het hele jaar door toegankelijk. De muurhagedis legt eieren die door zonnewarmte tot ontwikkeling komen. De legselgrootte is sterk afhankelijk van de grootte en leeftijd van het vrouwtje en bestaat maximaal uit 5 tot 6 eieren. Muurhagedissen worden tot 10 jaar oud.
De zilvervlek is een mooie oranje paramoervlinder die aan de onderkant goed te onderscheiden is aan de lange zilveren vlek in het midden van de vleugel. Van boven zijn ze een stuk lastiger te onderscheiden van vooral de zilveren maan, omdat beide soorten aan de basis van de achtervleugel dezelfde zwarte stip hebben. Je kan je maar moeilijk voorstellen dat dit de hoofdverbinding is geweest naar Bien en dat hier de postbus gereden heeft. Het Biental is een echt Eldorado voor liefhebbers van mineralen. Bijna 200 verschillende mineralen werden gevonden. Meer dan een dozijn zijn nergens anders ter wereld ontdekt. Sommige mineralen dragen namen uit de regio, zoals Lengenbachiet, Wallisiet of Cervandoniet. De bosparamoervlinder legt in de zomer eieren in clusters van 60 tot 100. Als waardplanten worden genoemd hengel, smalle weegbree en gewone ereprijs. In Nederland zul je hem zomaar niet tegenkomen. Hij staat op de rode lijst. De kolibrievlinder komt voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Het is een zeer snelle soort. De kolibrievlinder is een van de bekendste trekvlinders. In de zomer vliegen grote aantallen kolibrievlinders naar het noorden en westen van Europa. En 's winters trekken de vlinders naar zuidelijke delen van Afrika. De vlinder wordt ook jaarlijks waargenomen in België en in Nederland. De geologie en de rotsen bepalen het landschap van het Biental. De loop van de vallei wordt bepaald door een geologisch grensgebied. De verschillende bergvormen aan de noord- en zuidkant van de vallei weerspiegelen de volledig verschillende rotsen van deze zones. Aan de noordkant van de vallei liggen zachte bergvormen met bruine, schistere rotsen, die grotendeels bedekt zijn door weilanden en alpengras. Aan de zuidkant van de vallei zijn de bergen steiler, met veel kliffen, grof puin en aardverschuivingen. De rotsen zijn lichter en harder. De bergbeek Bina, die hier een diepe kloof uitgesleten heeft, ontspringt bij de Taligletscher op de grens van Zwitserland en Italië. Het is een woeste bergbeek. De kloof is diep en smal. De afgelopen winter is er enorm veel sneeuw gevallen in Zwitserland. En dat tegen die steile hellingen. Dat zorgt voor lawines. Overal kom je tegen restanten van deze sneeuwlawines. Tijdens diverse wandelingen hebben wij ook om moeten keren, omdat het pad geblokkeerd was door de enorme sneeuwmassa. Op de bovenste tasters van de wijngaardslak zitten de ogen. Als de slak een taster verliest, bijvoorbeeld door predatie, kan deze volledig regenereren.
woudparemoervlinder vliegt van mei tot en met september in één generatie per jaar. Er wordt als rups in een spinselnest overwinterd. Planten uit het geslacht Valeriaan worden door de rupsen als waardplant gebruikt. De buxusvleugeltjesbloem komt wereldwijd voor. Er zijn zelfs 500 verschillende soorten. Sneeuwbij is een kleine heester. Het is een nectarplant voor dagvlinders, onder andere voor de kleine vos. De grote keverorchis wordt door diverse insecten bestoven. Vooral de sluipwespen en kevers zijn goede bestuivers. De waardplanten en voornaamste voedselbronnen van het bontdikkopje zijn grassen, zoals dravik en korststeel. Het wijfje legt elk eitje afzonderlijk. Hoewel de rups in het najaar reeds volwassen is, verpopt hij pas in het volgende voorjaar. Het is een prachtig gezicht als je de kolibrievlinder tegenkomt. Met zijn dunne zuigtongetje haalt hij de nectar uit allerlei bloemen van verschillende plantensoorten. De kolibrievlinder is overdag actief, maar kan ook in de schemering en 's nachts vliegend aangetroffen worden. Het is natuurlijk niet voor niets dat in de Twinkiesvloed zoveel soorten planten voorkomen. Met het water wordt veel kalk aangevoerd en kalk, dat zorgt voor orchideeën en andere planten. De botanische naam Bartsia is een eerbetoon aan Johan Bartsch, een botanicus en arts uit Koningsberg. De witte Rapunzel is een overblijvend kruid dat behoort tot de klokjesfamilie, Campanula. Je zou het zo niet zeggen dat deze en de vorige plant familie van elkaar zijn. De paradijslelie is een beschermde plant in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De rotsanjer of roosanjer, Dianthus gratia napolitanus, is een uiterst zeldzame plant uit het geslacht van de anjers. De Twinkiesvloed is voor de natuurliefhebber echt een must. Als je in de buurt bent, moet je er beslist gaan lopen. Het is niet zo'n lange wandeling en ook niet moeilijk te doen. Toch deden wij er 5 uur over, heen en weer. De afstand is eigenlijk maar 2,5 à 3 kilometer. Ja, er is dan ook van alles te zien. Heel veel plantensoorten, maar ook vlinders. Je moet links kijken, rechts kijken, boven, onder. En je blijft maar speuren. Maar overal is wel wat te zien. Soms groot, soms klein, zoals dit werkblauwtje. Nog geen centimeter groot. We verlaten langzaam de Twinkiesvloed en gaan richting Bien. Ook Bienen is een heel mooi plaatsje.
Het gasvrije dorpje Bien, met zijn donkere, houten huizen, is uitgangspunt voor vele wandeltochten. 150 kilometer bewegwijzerde wandelpaden lopen door het dal. Het plaatsje Bien is niet toeristisch. Het heeft slechts één hotel. Wij verlaten het plaatsje en lopen in de richting van het veld. De weide en de berm van het pad zijn enorm bloemrijk, dus er moeten ook vele insecten voorkomen. Hier groeit je zomaar in het wild, de steenanjer. In Nederland vind je hem vaak in rotstuinen. Karthuizer monniken kweekten deze soort vanwege de saponine en als middel tegen reuma. Ook de bergknautsia is een aantrekkelijke plant voor vlinders, bijen en hommels. Omdat tijmbremraap geen chlorofiel bezit, is hij voor zijn voedingsstoffen geheel afhankelijk van andere planten. De tijmbremraap parasiteert voornamelijk op tijm. Welke wespensoort hier zijn nestje heeft gebouwd, weten we niet. Alpensteentijm groeit voornamelijk op rotsachtige bodem. Hij is algemeen in de Alpen. Zijn bloeitijd is van juli tot september. De engelwortel is van ouds beroemd om zijn geneeskrachtige eigenschappen en wordt plaatselijk nog gekweekt in Midden-Duitsland tot in Turkestan. De grote muggenorgis verspreidt een sterke zoete geur. Daarmee trekt hij veel insecten aan. Hij wordt dan ook bestoven door nachtvlinders. De graslelie behoort niet tot de leliefamilie, maar tot de aspergefamilie. De gewone vlinderhaft is een carnivoor en jaagt al vliegend op andere insecten en is een goede vlieger met een snelle vlucht. In rust worden de vleugels, net als nachtvlinders, als een afdakje over de rug gevouwen, maar bij zonnig weer worden de vleugels juist gespreid. Aangebrande oogjes. Aangebrand duidt op de zwarte kleur van de bloeiwijze, die ontstaat doordat de helm van de bloem aan de buitenzijde zwartpaars van kleur is. De gewone vlinderhaft, welke zelf een insecteneter is, wordt hier te pakken genomen door een spin. Verdoofd en ingepakt voor later. We lopen langs een rotswand en plots zien we een gladde slang. Deze is relatief klein en onopvallend en heeft in vergelijking met andere soorten een verborgen levenswijde en wordt daardoor zelden gezien. De grootte van de gladde slang varieert van 60 tot 75 centimeter. We lopen verder langs een rotswand en zien deze rotsvlinder. De bergveldwesp is een sociale wesp. Die leeft in vrij kleine volken. De koningin bouwt een wespenraad van vijgenkoud hout vermengd met speeksel. Als bouwmateriaal gebruikt de metselbij leem, dat met speeksel en water week wordt gemaakt en in de vorm van 2 mm grote kogeltjes naar het nest wordt gedragen. Daar wordt het dan als een soort cement verwerkt. De vrouwtjes bouwen hun nesten in langwerpige, holle ruimtes. Ook nu komen we weer uit bij de restanten van een sneeuwlawine, maar hier kunnen we wel overheen. Van dit vliesvleugelig insect, Megalodontus cephalotus, is geen Nederlandse naam bekend.
Het is vrij winderig en dat speelt ons parten. Vlinders zijn moeilijk te filmen en te fotograferen. Dit is een klaverblauwtje. Het is een vlinder uit de familie van de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. De soort komt voor tot aan de poolcirkel. Het klaverblauwtje heeft rode klaver als waardplant en heeft een voorkeur voor tamelijk schrale, bloemrijke graslanden en kan tot op 2200 meter hoogte worden waargenomen. Het kan waaien wat het wil, maar een koninginnenpage laten we toch zeker niet schieten. Het habitat van de koninginnenpage bestaat uit bloemrijke graslanden, moerassen en weiden, moestuinen, heuvelachtige open landschappen en luzerne- en klavervelden. Ook in hoger gelegen berggebieden komt de vlinder voor, als er maar waardplanten voor de rupsen en voedselplanten voor de volwassen vlinders beschikbaar zijn. De rupsen leven voornamelijk van verschillende schermbloemige planten. Ze hebben een helder groene kleur en een opvallende tekening die bestaat uit zwarte dwarsstrepen op de lichaamssegmenten. Bij veld gaan we dieper het dal in. We kijken eerst bij de Bina. We steken de Messerbach over. Ook hier is een sneeuwlawine naar beneden gekomen. Ook deze woeste beek ontspringt aan de grens van Italië met Zwitserland. Bij de Passo della Rossa. In de weide staan opvallend grote witte bloemen, de paradijslelies. Deze komen voor in de zuidelijke Alpen, Pyreneeën, Apennijnen, Jura en Slovenië op bergweiden van 800 tot 2500 meter. Plaatselijk kunnen ze met grote aantallen tegelijk aangetroffen worden. De paradijslelie is een beschermde plant in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het groentje komt algemeen voor in heel Europa en toch zul je hem niet gauw zien. Zodra hij landt, vouwt hij zijn vleugels tegen elkaar, waardoor alleen de groene onderkant te zien is en daardoor net op een blaadje lijkt. Vooral als hij op de blauwbossenbessenstruik zit. De bovenkant van de vleugels is bruin. Eigenlijk hadden we nog veel dieper het dal in willen gaan, maar opnieuw wordt ons pad geblokkeerd door sneeuw en we moeten terugkeren. Bij veld besluiten we nog een andere wandeling te maken, de andere kant op. We wandelen door bloemrijke weiden, links en rechts, en in de verte zien we de zwijvergraat. Het zaad van de harige ratelaar is rond en bruin en heeft rondom een vlezige rand. Als de plant beweegt, maken de rollende zaden een rammelend geluid. Ratelen. Ook de veldbach is bedekt met sneeuw en modder. En opnieuw moeten we omkeren. We gaan terug naar veld. Bij restaurant Bergkristal drinken we een bakje koffie met rabarberkoegen. En bekijken het oude dorp. Een van de eerst bewoonde dorpen in Zwitserland. Vanuit Rekkingen gaan we de Rijn over en gaan richting het Blinetal. Een vrij steile klim. Hoog boven het dal, op het plateau Stalen, staat een kapel, de Kruiskapel. Deze hebben we nog even van binnen bekeken. In de verte zien we het dorp, Rekkingen. Deze plant heeft vele namen. Zilverkruid, dreias, zilverblad, bergavens, witte dreias
en 8 ster. De notenkraker behoort tot de kraaiachtige. Deze vogel is in Nederland een invasiegast. Ook hier wordt de grens tussen Zwitserland en Italië gevormd door hooggebergten. Hier is het de Blienehorn. En daar ontspringt de Bliene. Overal hebben de woeste beken diepe dalen uitgesleten. En diepe dalen betekent steile kanten. Met als gevolg sneeuwlawines. De mannetjes van de zilvervlek patrouilleren op plaatsen waar veel viooltjes groeien, in de hoop een maagdelijk vrouwtje te vinden. Zo'n wijfje wacht laag in de vegetatie op een mannetje en leidt hem weg naar een geschikte plek om te paren, meestal in een boom. De dichtersnarcis komt van nature voor in Zuid-Europa en het westen van de Balkan. De plant komt voor in bergweiden en bossen. Wit hoefblad is net als klein en groot hoefblad een naaktbloeier. De wortelstandige bladeren verschijnen aan het einde van de bloeiperiode. Ze zijn hartvormig. Op de helling van de Sjaalberg is een weidestrook met wat struiken. En daar ontdekken we 2 edelherten, hindes. Jammer dat ze zo hoog lopen. Van de plaatselijke bevolking hadden we al gehoord dat er veel wild gesneuveld was deze winter. Het pad wordt geblokkeerd door een enorme hoop sneeuw, met takken en aarde daarbovenop. We kunnen er niet over en aan de kanten liggen rotsblokken waar we ook niet langs kunnen. We keren om. De waardplanten voor het bruin dikkopje zijn de gewone rolklaver, paardenhoefklaver en kromkruid. De aardbeivlinder is ook een dikkopje. Zijn waardplanten zijn gewone agrimonie, vijfvingerkruid, bosaardbei en framboos. Langzaam naderen we weer het plateau met de kapel. Hier zien we nog een kleine rotsvlinder. Nog één keer steken we de Bliene over en keren terug naar Rekkingen, daar waar we gestart zijn. Vanuit Unterwasseren bij Oberwald gaan we naar de rand van het dorp en gaan het Gerental in. De brede orchis verspreidt zich via stoffijn zaad. Voor het overleven als plant is zij aangewezen op een mutualistische symbiose met een bodemschimmel. Langs het pad zien we het groot geaderd witje. Deze snoept van de mineralen. De vlinder vliegt van 500 tot 2000 meter in berggebied. Het heeft geen specifieke eis aan zijn omgeving en kan daarom overal worden aangetroffen. De eitjes legt deze vlinder op meidoren en sleedoren. Het fijne zaad van de gevlekte orchis bevat geen reservevoedsel en kiemt alleen als een wortelschimmel het zaad binnendringt. Voor het overleven als plant is deze aangewezen op de symbiose met een bodemschimmel. Dodewaad, oftewel wit nieskruid, is giftig. Voor de natuurliefhebber is het Gerendal een prachtige plek. Er groeien enorm veel bloemen. En waar veel bloemen zijn, daar zijn natuurlijk ook hun bestuivers.
De grote muggenorchis wordt praktisch uitsluitend bestoven door vlinders. Het Gerendal is echt een paradijs voor bloemenliefhebbers. En ook deze groeit er weer, de paradijslelie. Bosooievaarsbek is een geraniumsoort. De kolibrievlinder wordt aangetrokken door de kruidige geur van het alpensteentuin. Hij vliegt van bloem tot bloem. Hij heeft over het algemeen een snelle vlucht. Met zijn roltongetje zoekt hij naar nectar. De bloemen van het hondsviooltje geuren niet. Hij moet het echt hebben van zijn kleuren om insecten aan te lokken. Ook bij de ringelrups geven de haren bescherming tegen vraat door vogels. De bloemrijke weilanden zijn een lust voor het oog. De bindooievaarsbek is draagplant voor honingbijen, hommels, solitaire bijen en voor vlinders. Van de vlierorchis bestaan allerlei kleurvariëteiten. Zagen we al gele en purperen? Dit is weer een mix van die twee kleuren. De snelstromende beek met watervallen komt van de Geringgletsjer vandaan. Het kan niet anders. Als je langs zo'n pad loopt met deze soort weiden, dan moet je enorm veel insecten zien. Allerlei vlinders en bijtjes, hommels, zweefvliegen vliegen er rond. Maar de meeste blijven niet zitten. Deze gelukkig wel, de kleine rotsvlinder. Deze komt voor op relatief warme plaatsen. Liefst met rotspartijen natuurlijk. De naam zegt het al, kleine rotsvlinder. Slangenkruid is de waardplant van de distelvlinder en diverse nachtvlinders. Hij wordt bestoven door honingbijen, hommels en door wilde bijen als de andorenbij. Als we de Geren oversteken zien we enkele alpenanemonen. Alpenanemonen groeien voornamelijk op zonnige plaatsen, op kalk of silicaatrijke bodem. Zoals in hooilanden, kalkgraslanden, in lichte naaldbossen en op rotsige plaatsen. Van 1200 tot 2700 meter. Nu stroomt het water nog vrij rustig door zijn bedding. De
Gere kan echter een hele woeste rivier zijn. En dan neemt hij modderstromen mee. Takken, bomen, rotsen. En dan is het gevaarlijk in deze omgeving. In de winterperiode zijn deze paden allemaal afgesloten. Het is er te gevaarlijk. Het zijn enorm steile kanten en hoge bergen. En lawines liggen hier altijd op de loer. Ons eigenlijke reisdoel was de Geregletsjer. Maar dat halen we niet. We moeten te dikwijls over sneeuwhopen lopen. Overal liggen lawines naar beneden. En we besluiten om te draaien, gezien de tijd. De Zwitserse Nivenenpas, Passo della Novena, vormt de verbinding tussen het Duitsstalige kanton Wallis en het Italiaanse Ticino. De weg is in 1964 geopend en is de hoogste geheel op Zwitserlands grondgebied gelegen pas. Doorgaans is de weg van eind oktober tot begin mei gesloten. Zelfs in hoogzomer kan er nog een pak sneeuw vallen op deze hoogte. Rond de 2000 meter grens begint de weg met haarspelbochten aan de finale klim. Een paar kilometer voor de pashoogte takt er een weg naar rechts af. Deze voert naar de Grieszee. De pashoogte op 2478 meter hoogte biedt een wijd uitzicht op bijvoorbeeld de Finsteraarhorn. Op de pashoogte ligt een meer en er bestaan faciliteiten voor toeristen in de vorm van een kiosk en restaurant. De Nivenenpas is populair bij wielrenners. Hij is dan ook al 17 keer opgenomen geweest in de Ronde van Zwitserland. Deze dag hebben wij in ieder geval ruim baan. Boven ligt veel te veel sneeuw om een wandeling te maken. En we besluiten een stuk naar beneden te gaan. En daar eens te gaan kijken of we wat zien. En ja hoor, de eerste voorjaarsgentianen zien we al. Even verderop zien we het restant van de stengelloze zilverdistel. Een zaaddoos. Op de terugweg naar Landstafel zien we de stengelloze gentiaan. De plant is groenblijvend en heeft een trompetvormige blauwe bloem. Die verschijnen in het voor- en in het najaar. Op een korte steel. We kennen ons geluk niet op als we op het eind van onze wandeling nog een groep steenbokken zien. Alpensteenbokken. Het is een groep geiten. De geiten leven met een jongen het gehele jaar door in vaste groepen van 10 à 20 dieren, die zelden wegtrekken. De bokken leven solitair. Zomers bevinden de mannetjes vaak hoger in de bergen dan de vrouwtjes. Meestal krijgt een vrouwtje maar één jong per worp, soms twee. De moeder beschermt haar jong door vijanden aan te vallen met de hoorns of door ze af te leiden. De jongen worden 6 tot 7 maanden gezoogd.
We gaan weer op pad voor een mooie wandeling door het prachtige Rhônedal. De Rhône heet hier nog Rotte. We volgen dan ook de Rottenweg. Münster is de hoofdplaats en tevens belangrijkste plaats van het district Goms. Het wordt al genoemd in 1221. Het is een prachtig dorp met vele karakteristieke huizen, waarvan de oudste dateren uit de periode rond 1500. De naam koekoek dankt de plant aan het feit dat men dacht dat de koekoek deze plant bezocht en erop spuugde. In werkelijkheid was het het schuim van de schuimcicade, het spuugbeestje. Oranjetipjes worden hoogstens 3 weken oud. Ze eten in die periode niet en drinken alleen nectar. De mannetjes met oranje tippen die eerder uitkomen gaan actief op zoek naar vrouwtjes om mee te paren. Na het afzetten van de eitjes gaat het vrouwtje snel dood. De naam adderwortel is afgeleid van de slangachtige gekronkelde wortel. Deze is 2 keer gedraaid. Vlak langs het pad zit een vink te zingen. De vink wordt ook wel boekvink, potvink of charlotte genoemd. Zijn zang, waarvan de laatste toon de vinkslag wordt genoemd, kent vele dialecten. In de herfst en winter leven raven in grote groepen. Maar zodra het broedseizoen begint, eisen vaste koppeltjes een territorium op. Volwassen koninginnenpaasjes gebruiken hun lange oprolbare tong om in smalle bloemhoofdjes nectar te zuigen. De vlinders hebben een voorkeur voor bloemen met een roze of paarse kleur, zoals wilde hyacint, blauwe knoop, echte koekoeksbloem, rode klaver, kaardebol en dissels. Deze plant heet waterdrieblad, omdat hij takjes heeft waarop 3 bladeren zitten, als een klavertje 3. De alpenlandbouw in Zwitserland kent een lange geschiedenis. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat 4000 jaar voor Christus de weiden boven de boomgrens al gebruikt werden. Er wordt hier nog niet zoveel mest en kunstmest gebruikt en ook bijna geen bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat de biodiversiteit van de weide heel erg groot is. Het is daarom dat de welriekende nachtorgus hier voorkomt. Deze groeit alleen maar op schrale hooilanden. Zijn naam heeft de bloem gekregen omdat hij in de avond en 's nachts geurt. Meteen aan het begin van deze wandeling zien we een erg grote vlinder. Een nachtvlinder, de dennenbaalstaart. De spanwijdte bedraagt tussen de 7 en 9 centimeter. Even verderop zien we dit vlindertje liggen op zijn rug. Het heeft geregend en hij ligt op de pad. Ik pak hem op en zet hem op een plant. Hij blijkt nog te leven. Het klein avondrood. Slangenkruid werd vroeger gebruikt tegen slangenbeten en lijkt ook op een slangenkop. De uitstekende stijlen lijken op de gespleten slangentong. We kijken om en zien in de verte Oberkestelen liggen. Daar zijn we vertrokken. We lopen over de Waldweg en gaan naar Unterwasseren. Dit plaatje maakt deel uit van het iets grotere Oberwald. We komen uit bij een kudde Galloways. Dat is een hoornloos, meestal zwart behaard runderras dat oorspronkelijk uit het zuidwesten van Schotland komt. Galloways worden vaak in natuurgebieden ingezet als grote grazers. Het alpenroosje groeit alleen op kalkhoudende bodem. Hoewel het een alpenplant is, heeft de plant een gesloten sneeuwdek nodig als bescherming tegen de vorst.
Het piramide-zenengroen heeft een vierdelige splitvrucht. Aan de zaden zit een mierenbroodje, dus mieren zorgen voor de verspreiding van het zaad. Als de voerkapas gesloten is, kun je vanuit Oberwald, dat we hier in de verte zien, de autotrein nemen naar Rialp. Op enkele rotsen langs het pad vinden we dit kosmos. Ik zal de naam maar niet uitspreken, want dan breek ik mijn tong. Op dezelfde rots zien we de rode heikorst met vruchtlichamen. Het zaad van vogelwikken is geliefd bij onze gevederde vrienden, vandaar de naam, vogelwikken. Dodenwaad, oftewel witte nieswortel, is een uiterst giftige vaste plant die behoort tot de eendbesfamilie. Hij werd vroeger als pijlgif gebruikt. Ook het dalkruid is een giftige plant. Met de kabelbaan zijn we gearriveerd in Bedmeralp. Op 1950 meter hoogte. We zien de kapel Maria Sumsnee. Bedmeralp ligt op een zonneterras, hoog boven het Rhonedal, met uitzicht op de Vierduizenders van de Walser Alpen, met Weisshorn, Dom en Matterhorn. De beek met watervaltjes die we hier oversteken, komt uit de Bedmerzee gestroomd. De alpenanemoon. De botanische naam Pulsatilla is afgeleid van het Latijnse pulsare, slaan, zwaaien. Naar gelang van de bron zou dit slaan op de op een klok lijkende bloemen of op de zaden die door windstoten worden verspreid. De soortaanduiding Alpina verwijst naar de Alpen. De alpenkwastjesbloem behoort tot de sleutelbloemfamilie. Via de Herrenweek lopen we in de richting van Fischeralp. We genieten van de prachtige bloemen en de machtige uitzichten. Op de kabel van een niet draaiende lift zien we het paapje. Het paapje is nauw verwant met de roodborsttapuit. De wetenschappelijke Latijnse naam van het paapje betekent roodachtige bewoner van rotsen. De Matterhorn zit nog in de wolken en we zien alleen het topje. De berg is een veelbeklommen vierduizender in Europa. Bij deze beklimmingen zijn er meer dan 500 mensen omgekomen. Wij houden het maar op bergwandelen en genieten van de bloemen. Dat klimmen, dat laten we over aan andere avonturiers. Dit bloemetje, dat loop je gauw voorbij. Het is de Alpengeelster. De wolken zijn opgetrokken en we genieten van een wijds panorama. De Matterhorn was goed te zien. In de verte zien we de kabelbaan die naar de Bedmerhorn voert. Deze is 2647 meter hoog. We zien duizenden krokussen. Deze komen tevoorschijn net onder de sneeuw vandaan. De Bedmerzee is tegenwoordig een toeristische oord. Je kunt er zwemmen, zeilen, volleyballen, waterfietsen,
enzovoorts enzovoorts. Langs het pad zien we nog een lenteanemoon. We zijn teruggekeerd bij Bethmer Alp, maar de lift is net weg. We hebben te lang onderweg geweest en te veel rondgekeken. Daarom kunnen we nu genieten van het fraaie uitzicht. Een schitterend panorama. We gaan de Fourcapas op en maken een korte stop. Hier stroomt de Rhône vanuit een klein kloofje. Via vele haarspeldbochten gaan we omhoog, richting Gletsch. Ooit lag hier de Rhône gletsjer over de wand heen. Nu zien we tegen de rotswand alleen wat watervalletjes, de watervalletjes van de Rhône. Vroeger zag je op deze plek de Rhône gletsjer al liggen. Nu heeft deze zich ver teruggetrokken. We genieten wel van het uitzicht. Een mooie waterval. Vanaf een van de vele uitzichtpunten kijken we naar de Rhône die onder een dik pak sneeuw doorstroomt. In de verte zien we gletsj liggen, tot daar reikte de gletsjer. Hoog boven ons zien we het hotel Belvedere. Tot 1984 was de Rhône gletsjer familiebezit. Nu behoort hij aan het Zwitserse kanton Wallis. Elk voorjaar opnieuw wordt er in het gletsjereis een grot uitgegraven die te bezoeken is. Alle gletsjers smelten door de klimaatsverandering. Geleerden verwachten dan ook dat in 2100 de gletsjer helemaal verdwenen zal zijn. Via vele haarspeldbochten zijn we verder omhoog geslingerd en we zitten nu op een hoogte van 2431 meter. Hier ligt nog voldoende sneeuw om te skiën. We zijn aangekomen bij Fourcablique. Hier hebben we uitzicht richting Andermatt, op een hooggelegen dal en vele bergen met bovenop sneeuwvelden. De groene nachtorchis is maar moeilijk te ontdekken. Hij verspreidt een zwakke geur die lijkt op honing. Daarmee trekt ze bestuivers zoals kevers, bijen, hommels en wespen aan. Het duurt 7 jaar voordat het kolfklokje bloeit en nu zijn we net iets te vroeg. Ook voor de dagpauwoog zijn we nog net iets te vroeg. Hij verkeert nu nog in het rupsstadium. Het dwergblauwtje, oftewel Cupido minimus. Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam, minimus is Latijn voor de kleinste, verwijzen naar de geringe grootte van de volwassen vlinder. We zijn weer afgedaald naar Gletsch. Van daaruit maken we een korte wandeling. De Alpenwatersalamander leeft van kleine waterdieren en is een deel van het jaar op het land te vinden. De salamander is dan vooral op regenachtige dagen actief. De Alpenwatersalamander kan meer dan 20 jaar oud worden in het wild. Deze salamander is honkvast en blijft dicht bij het water tot een afstand van 300 tot 600 meter.
Heel in de verte zien we de Furkahorn met de gletsjer. Het is haast niet te bevatten dat het gebied waar we nu lopen helemaal bedekt is geweest met ijs van de Rhône-gletsjer. Nog maar 100 jaar geleden. Zoveel is er al weggesmolten. De gletsjer heeft zich helemaal teruggetrokken tot boven in de berg. Onder in het dal staat een paal. Tot hier kwam de gletsjer in 1856. Onvoorstelbaar. Langs de Rhône lopen we terug naar Gletsch en kijken nog even rond bij de kapel. Alweer een wandeling voorbij. Vandaag gaan we met de gondelbaan vanuit Meurel naar Riederalp. Vanuit Riederalp zullen we een klein stukje moeten wandelen naar het volgende gondelbaanstation. Vandaar gaan we naar Moosvliet. Tijdens onze wandeling van het ene naar het andere kabelstation horen en zien we de vink. Het mannetje is veelvuldig te horen en makkelijk te herkennen. De zang is gedeeltelijk aangeboren, maar jonge mannetjes nemen ook de zang van andere mannetjes over. Hierdoor verschilt de zang per gebied. De haren aan de binnenzijde van het baardenklokje zijn waarschijnlijk een verdediging tegen kruipende honingrovende insecten als mieren en oorwormen. Nu gaan we met de gondelbaan van Riederalp naar Moosvloe. Vroeger was dat wel anders. 15 jaar terug moesten we hier helemaal te voet naartoe. Een hele klim. Het is uiterst comfortabel genieten van het uitzicht. Maar het brengt ook meer toeristen naar grotere hoogte. En dat is minder. Het is er drukker. Vroeger was het er heel erg stil en liep je nog bijna alleen door de bergen. Nu zijn het vaak grote groepen. De Aletschgletscher is de grootste gletsjer in Zwitserland en van de Alpen. Hij is 23,6 kilometer lang, bedekt met een oppervlakte van 117 vierkante kilometer en bestaat uit ongeveer 27 miljard ton ijs. In 15 jaar tijd zien we wel dat hij toch weer een heel stuk korter is geworden. De klimaatverandering. Het Aletschgebied is UNESCO Werelderfgoed. De ijsmassa's strekken zich uit van de noordflanken van de Eiger, Munk en Jungfrau omlaag naar Wallis. Het water stroomt door de ruige massakloof naar de Rhône. Door dit bijzondere gebied lopen we in de richting van Riederalp. De stengeloze Gentiaan behoort eigenlijk donkerblauw te zijn. Deze is wit. Erg bijzonder. De lenteanemoon is in het hooggebergte een van de vroegste bloeiers, die net na het wegsmelten van de sneeuw al in bloei kan komen. Deze lenteanemoon groeit voornamelijk op zeer zonnige plaatsen in graslanden, lichte naaldbossen en rotsige plaatsen. Vaak in de nabijheid van smeltende sneeuw. Van 1300 tot 3600 meter. Was het bij de liftstations heel erg druk, nu is het rustig en we kunnen genieten van de natuur. Het gebied is rijk aan planten en die staan nu heel erg mooi te bloeien.
Diep onder ons, in de verte, zien we Belalp, een klein dorp. Bekend om de wintersport. Een prachtig kunstwerk, zo'n bank gemaakt van een oude boomstronk. Langs ons wandelpad liggen nog een paar kleine vennetjes, waarschijnlijk ontstaan door smeltende sneeuw. De mannetjes van de Alpenwatersalamander zijn in het voorjaar donkerblauw, met een zwart-wit geblokte rugkam en een band van zwarte stippen op de flanken. De vrouwtjes hebben een meer blauw-grijs tot grijs-groene kleur en lijken vaak gemarmerd. In Villa Kassel is tegenwoordig het natuurbeschermingscentrum gevestigd. Er ligt ook een grote alpentuin met meer dan 350 plantensoorten. De tuin bezoeken wij niet. We vinden het spannender om de planten in het wild te vinden. Net voor het einde van onze wandeling naar Ridderalp zien we nog een alpenmarmot. Het is een knaagdier uit de familie van de eekhoorns. Vanuit Briek gaan we naar de Simplonpas. Deze pasweg is niet zo'n weg met heel veel haarspeldbochten, maar gaat veel meer van de ene berghelling naar de andere. We krijgen uitzicht op enkele hoge bergtoppen, zoals de Monte Leone, de Breithorn en de Hupshorn. Markant is de grote stenen adelaar, gebouwd ter herinnering aan de mobilisatie van het Zwitserse leger gedurende de Tweede Wereldoorlog. De route werd voor het eerst veelvuldig gebruikt in de vroege middeleeuwen als handelsweg tussen Italië en Frankrijk. Napoleon liet de weg heel vernieuwen, zodat hij er met zijn artillerie overheen kon. De huidige Simplonpas behoort tot de best aangelegde bergpassen van Europa. Hij is ook in de winter geopend. Deze keer kunnen we op de pashoogte een ronde lopen. Hier ligt niet zoveel sneeuw. De pas is ook maar 2005 meter hoog. Het pad klimt gestaag. We zien allerlei alpenplanten. Planten die je hier in Nederland in de rotstuinen tegenkomt, zoals rotsilene, trossteenbreek, maar we zien ook de rolklaver. Op steeds meer plaatsen zien we de alpenroosjes. Ze staan nu mooi te bloeien. Rotelzee is een klein bergmeer. De bergbeek Krumbach stroomt naar de Rotelzee. Bomen komen op deze hoogte bijna niet meer voor. Het zijn struiken. Zoals deze kruipbilg. De Pyreneese ranonkel komt vooral voor op vochtige, humeuze, vrij kalkarme limgrond in weide en grasland. Vroeger was het Barrelhaus een onderkomen voor jonge missionarissen, die daar hun vakantie konden vieren. Thans is het weer in bezit van het Zwitserse leger. Het voedsel van de waterpieper bestaat uit insecten, slakken, wormen, vissen en zaden.
Als Petrus zijn sleutel niet had laten vallen, had deze bloem waarschijnlijk niet sleutelbloem geheten. Bovenin het alpenroosje zien we het paapje. Fischeralp is een klein dorp op 2212 meter hoogte. Dat ligt in de gemeente Fisch van kanton Wallis in Zwitserland. Fischeralp was vroeger vooral bekend als Kuboden. Op het volledig autovrije plateau, gelegen ten noorden van de Rhônevallei, liggen twee andere dorpen, Riederalp en Bedmeralp. Samen ook bekend als het Aletschgebied. Het kan bereikt worden met de in 1966 opengestelde kabelbaan Fischeralp. Hiermee wordt een hoogteverschil van 1162 meter overbrugd. Vanuit Fischeralp lopen wij richting Fischergletsjer. Op weg naar de Fischergletsjer pakken wij het bergpad. Het oude bergpad, iets hoger, ligt een beter begaanbare weg. Maar wij gaan voor de oude pad. Dat is spannender. Hier liggen geen bruggen. Je moet zelf maar zien dat je het water oversteekt. Dit is overigens de Mühlebach. De zwarte roodstaart is een vogel die je nogal eens in steden aantreft. Een omgeving met stenen, of het nu bergen betreft, of flats of huizen, daar houdt hij van. De kleine vos moet veel snoepen, want hij overwintert als vlinder. De beflijster komt voor in bergachtige gebieden in Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, Centraal-Europa en de Caucasus. En broedt daar in lichte naaldbossen, sparren en moerasbossen. In West-Noorwegen broedt de vogel ook in struikgewas, bijna op zeeniveau, bijvoorbeeld op het eiland Roende. In de verte zien we de Fischergletsjer liggen, de kleine broer van de Aletschgletsjer. Toch is hij ook nog 15,1 kilometer lang en heeft een oppervlakte van 31,2 kwadraatkilometer. Iets verderop ligt een enorm sneeuwveld over het pad. Weliswaar niet breed, maar er zitten al flinke dooigaten in en er stroomt een beekje onderdoor. Wat te doen? Er overheen en het risico nemen er door te zakken? Of er omheen lopen, eerst naar beneden, dan het beekje over en weer naar boven? Of toch maar omdraaien? Wij zijn omgedraaid en zitten alweer in de lift op weg naar Fisch. We zijn omhoog geklommen naar de Grimselpas. Op een hoogte van 2165 meter ligt het Dodenmeer, de Totenzee, waarvan de naam uit de tijd van de Napoleontische oorlogen stamt. Eens vervoerden mannen en muilezels op duizelingwekkende paden Zwitserse kazen naar Piemont. Nu ligt er op deze hoogte een goed begaanbare pasweg. Sneeuwvinken zijn familie van de mus. De vogels maken hun nest in holtes en spleten en in verlaten holen van knaagdieren. Ze leggen 3 tot 5 eieren. De broedtijd bedraagt 13 tot 14 dagen. De jongen worden hoofdzakelijk met insectenlarven gevoed. Het aantal broedsters per seizoen is 1 of 2. Tussen Goedanne en de pashoogte worden 7 grote en kleine stuwmeren gebruikt voor de elektriciteitsproductie, voor KWO Grimselstroom.
en zijn 5 krachtcentrales in gebruik. Alle meren zijn onderaards met elkaar verbonden. Onder de Grimselzee bevindt zich een ondergrondse kabelspoorbaan naar een ondergrondse krachtcentrale. De komende jaren zullen de 2 stuwdammen in de Grimselzee 23 meter verhoogd worden. Het meer zal daardoor uiteindelijk op 1932 meter komen te liggen. Hierdoor wordt de opslagcapaciteit vergroot en kan de energieproductie verhoogd worden. Omdat een deel van de huidige pasweg onder water zal verdwijnen, wordt bij de Grimsel Hospice een hangbrug aangelegd naar de onderzijde van de Grimselzee. Het Grimsel Hospice was in 1142 het eerste pension dat in Zwitserland in documenten werd vermeld. In 1932 werd dit hotel het eerste elektrisch verwarmde hotel in Europa. In het verre verleden waren deze hellingen bedekt met gletsjers. Je kunt het nu nog zien. De hellingen zijn helemaal gladgeschuurd door het drukkende ijs. We beginnen aan de afdaling van de Grimselpas en genieten nog even van het uitzicht. In de verte ligt de Furkapas met het Ranedal. Voor onze laatste wandeling rijden we naar Blatten. Daar gaan we met de grote cabine van de kabelbaan omhoog naar Belalp. We komen dan aan op een hoogte van 2094 meter. Vanuit Belalp gaan we een wandeling maken langs een Suwone. Boven aangekomen is het panorama schitterend. De Suwone ligt tegen een berghelling aan de andere kant. We moeten eerst een stuk omhoog, dan omlaag en dan weer krijgen we een stevige klim. Maar we kunnen genieten van de vele mooie bloemen langs ons pad. Knolkartelblad is een kruidachtige plant uit de bremraapfamilie. De plant komt voor in de Alpen en de Pyreneeën. We hebben al heel wat wandelingen gemaakt in Zwitserland, maar nog nooit hebben we zoveel vlierorchissen gezien. Misschien dat het te maken heeft met de vele sneeuwval van de afgelopen winter. De Kellerbach ontspringt uit de Unnerbach-gletsjer.
We steken de Kelchbach over. Nu een rustige bergbeek. In het voorjaar vaak een woeste stroom. De beek voert dan veel smeltwater af. En vooral in Naters en andere plaatsen onder in het dal veroorzaakt deze rivier veel ellende. De bladeren van vet blad bevat klieren die een zoete kleverige stof afscheiden. Deze stof dient om insecten te lokken en wanneer deze eraan blijven kleven, rolt het blad zich op en worden ze verteerd. We wandelen hier over het onderhoudspad van een suwone, oftewel bies. Een bies is een meestal kilometers lange goot. Deze volgt de contouren van de hoogtelijnen in de bergen en heeft daardoor zeer weinig verval. Een bies is ongeveer een meter breed, een halve meter diep. Aan de kant van het dal wordt het water tegengehouden door een wal. Aan de andere kant is het natuurlijk de berghelling. De wallenkant is meestal zo stevig dat er goed over kan worden gewandeld. Het water door de biezen wordt aangevoerd is drinkwater voor de bevolking zelf, maar ook voor de koeien. En natuurlijk wordt het ook gebruikt voor irrigatie. De Alpenmammot voedt zich met grassen, kruiden en zeggen. Soms eet hij ook bloemen, onrijpe vruchten en wortels. Het is een dagdier dat in de regel de gehele dag door actief is. Op zeer warme dagen komt hij alleen 's ochtends en in de avond tevoorschijn. Op onze terugweg zien we toch nog enkele leuke orchideeën, zoals het witborstvogeltje en de keverorchis. Op de heenweg hebben we ze helemaal over het hoofd gezien. Op de planten zien we de kleine vos. Hier op Veenbes. Zo op de terugweg en genietend van deze prachtige uitzichten krijg je toch een beetje raar gevoel. Je weet, het is de laatste wandeling. De laatste uitzichten. We zullen Zwitserland weer missen. En het duurt toch weer een jaar voordat we dit weer mogen beleven. Bergen, het blijft altijd trekken. We stappen in de lift en dalen voor een laatste keer af. We hebben 3 weken doorgebracht in deze bijzondere omgeving. We dalen verder af en naderen langzaam ons eindstation. Onze vakantie is ten einde, maar we kunnen nu van de beelden genieten. Hopelijk heb je er ook van genoten.